235 lockdown-overtreders zijn het afgelopen weekend overgebracht naar de politieacademie. In de periode van 16 april om 6 uur 's avonds tot en met maandag 19 april 5 uur in de ochtend gold er een algehele lockdown. Alle overtreders zijn beboet door de politie. Onze nieuwsdienst nam zaterdag polshoogte bij enkele controleposten van de politie. Volgens onze observatie waren alle verbindingsbruggen binnen Paramaribo zaterdag voorzien van politiecontrole. Dit met uitzondering van de brug over de Magenta-Kanaalweg. Enkele agenten die de nieuwsdienst te woord stonden, vertelden dat overtreders argumenten gaven die niet door de beugel konden. Deze mensen zijn vervoerd naar de politieacademie. Een aantal overtreders is gesommeerd om de kortste route te kiezen en direct huiswaarts te keren. Volgens Rachel Deekman, woordvoerder van het COVID-19-coördinatieteam, waren er vrijdagavond al 18 vrouwen en 98 mannen aangehouden. Enkele overtreders waren volgens Deekman niet in het bezit van een rijbewijs.